Hey kijkers van Dus David Kraft, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mytopia. Het is vrijdag, ik ga uit van de aflevering even uitleggen hoe de invites van het weekend gaan. Maar allereerst had ik jou net op straat gevonden. Dat klinkt ook zo zielig. Ja, dat klinkt echt heel zielig. Zo van, die arme Gijs. Ja, en toen kwam je even bij huis in, we hebben het even gehad over bankmedewerker en... En de kentekens. Kentekens, maar ik ben dus wethouder, wat vind je er nou van? Ik vind het hartstikke cool, het is je gegund. Dankjewel. En wat houdt jou nou bezig de laatste tijd? Mijn lening. Oh? Ja, ik heb nog zeg maar... Mijn bedrijf gaat zwaar. Goed, dat is wel heel wat. Ik vind ook van... mensen hebben gezegd... Oh, dat wordt echt onzin. En je kan helemaal niks verkopen. En ik ben... Ik mag met trots en passie zeggen... Ik ben bijna schuldvrij. Ja, want je hebt nog 11.000 over, zie ik. Ja, dus dat valt nog mee, hè? Nou, doe je best goed. Hey, kom, we gaan nog even naar binnen, want het is op straat staan. Ja, dat is ook een beetje koud, hè? Zo stom. We liepen er net even doorheen, zei, hoe heb je dat gehaald? Ja, gewoon bij de IKEA, ouwe. Je moet alleen de juiste mensen kennen. Ja, ik ga naar de IKEA toe en dan ik de schooier red natuurlijk. Zo sta ik een beetje al bekend. Is dat zo? Ja. Ik heb je altijd als een respectvol lid van de samenleving gezien. Dat vind ik heel mooi en dat leer ik ook echt. Dus ik probeerde gewoon een beetje korting te krijgen. Want ja, beginnende ondernemer, het geld groeit niet aan de bomen, hè? En nee. Ja, niks werd mij verteld over coole geluidsinstallatie, monitors. Dan zegt ze van, ja, nee, we hebben hier een stoeltje en een bankje en dat hebben we voor je. En dat is het? Ja, dat was mij echt gewoon, ja, ik kreeg gewoon de basiscatalogus van, ja, dat was hem. Maar hoeveel kisten heb je thuis dan? Ik heb er, in mijn koelcel zitten er 2. Oh, dus dat kan allemaal wel bij de IKEA. Kisten kunnen we wel allemaal regelen en andere dingen ook. Maar als het gaat over high-tech spullen, dan is het... Nee, die hebben we niet. Nee, sorry. Waarom heb je trouwens geen coole kleren zoals ik? Ik ben arm. Oh. Ernstig. Nou, zal ik je even een korte rondleiding geven door mijn huis? Want dat hebben we nog niet eerder gedaan. Ja, nou, laten we zien. We beginnen gewoon hier. Nou, de gaming YouTube money setup. Oeh, mooi. Ja, ik heb allemaal boxen en 3 monitoren. Het toetsenbord is onzichtbaar. Ja, en, ik zie hem zitten. Nou, hier hebben we de chillhoek. Chillhoek, ah, cool. Ja, dan... dat is de woonkamer eigenlijk dus. Dan hebben we hier de keuken. Oh, wow. Hier bak ik mijn vleesjes altijd gaar. Oh, lekker. Wat voor vlees heb je eigenlijk? Mag ik een kijkje nemen even? Doe je ding, joh. Gewoon even zo in de koelkast kijken. Soms zit er zo wat. Ja, en hierboven heb ik nog allemaal drankjes en shit. Oeh. Vet cool. Oh, je hebt aardappelen. Oh, lekker hoor. Ja. Hier heb ik dat zwembad. Oh, zo, doe maar duur. Heb je al een duikje genomen? Ik heb een beetje watervrees, dus ik blijf wel lekker zo op een afstandje kijken zo. Ik ga wel voor de chill. Oh. Oké, ik heb een speed potion genomen, vet cool. Hop. Zo, je hebt echt geld zat zeker. Nou, ik heb het restaurant overgekocht van die gekke Joey. Oeh. Ken je die trouwens? Ja, nee, Joey ken ik wel. Hele toffe kerel. Ja, toch? Ja. Nou, en Joey die heb ik van zijn schuld afgeholpen door het restaurant over te nemen. Die laat ik nou slopen. Oh, zo. En al die kosten, die bouwstenen, dat gaat me alleen maar geld opleveren natuurlijk. En dan heb ik mijn plek voor mijn DDG-gebouw. Oeh, slim. Oeh. Vet, hè? En ik heb een auto. Ja, die auto wist ik. De welberuchte auto. Hoezo berucht? Nou, ik heb wel meegekregen via dat allemaal mensen gingen zeuren over dit pad. Dat het echt gewoon niet stom. Kon. En... Dat zou jij niet doen als je mijn buurman was. Natuurlijk. Nee. Dan kun je als buren kan je daar gewoon vriendelijk oplossen. Als je echt problemen mee had, dan ging je gewoon naar de buurman toe. Mag ik nog misschien naar binnen? Ja, dat doe je ding. De deur zit dicht. Oh, kom maar. Dankjewel. Dat wordt Erik. Oké. Dit dus. En wat is jouw baan eigenlijk? Want er staat wat typisch wat? Kijk, hallo. Kijk, ik ben eigenlijk slager en dan denk je van, Kun je dat laten zien waar? Want ik heb het helemaal niet gezien. Als je even de deur wil openen. Vet. Zo, kijk. Moet ik wel geld pinnen? Wacht even, ik wil even geld pinnen. Ja, komt goed. Dan ga ik ook even wat... Ik heb vet veel eten natuurlijk, maar Je steunt gewoon een beginnende ondernemer en dat wordt gewaardeerd. Zo is het. Ik ben even naar de bank. Ik ben er zo weer. Ja. Die speed potions zijn chill gek. Ik wacht netjes buiten. Het is wel een mooie gebouwde bank. Wel groot. Ja. Wat? Oh, kan jij me trouwens laten zien wat hier eigenlijk boven zit? Dat vroeg me altijd af. Hierboven? Ja. Of is dat niet spannend en is het gewoon... Het mag eigenlijk niet, maar even snel dan. Ja, even snel. Even een klein kijkje nemen. Oh. Want iedereen heeft... Oh, je gaat al. Ja, klein kijkje nemen kan toch niet kwaad. Het is niet dat ik de bank ga legen of zo.
Nee, precies. Dit is dan mijn stoel en hier zit ik dan voor mijn werkzaamheden. Oké. Okay. Nou, ja. Zat boek hoor, om mee te werken. Ja, genoeg. Nou, dan gaan we ineens naar buiten. Heb je dit al gezien dan? Ja, ik heb verhalen gehoord dat dit bestaat. Dus hier zit het grote geld eigenlijk. Ja, waarom zeg je dat zo verlekkerd? Nou, dat ik eigenlijk best gewoon shocked ben. Dit is bijna alsof je zeg maar gewoon de postcode loterij wint. Zoiets is dit ongeveer. Nou ja, weet je wat het is? We moeten nog wel een beetje oppassen, want wat valt je op aan hieraan? Wat zie jij nou hier? Dat er heel veel goud is. Nee, oh je ziet het niet? Nee. Oh, wat goed. Oké, okay. Nou je ziet dat dit zeg maar een kluis is, hè, met die lampen hier zo ja, ja. En hier zo. Ah, hier houdt het in één keer op. Oh ja. Ik ga je laten zien waarom, hè. Dat is echt vet stom dat dit nooit... Nou, oké. Okay. Dit is heel raar hoor, dat kan hier bij de bank. Ik ga het je laten zien. Kijk, als je... Weet je de IKEA? Ja. Wat? Ze hebben hier gewoon een stomme muur geplaatst. Wat? Dus het is super makkelijk om gewoon in te breken bij de bank. Oh, dus stel dat, hè. Dus iemand is echt gewoon kwaadzinnig en die denkt... Oh, ik ga de bank overvallen. Nou, dan ga je gewoon via de IKEA, kom je gewoon... Hallo! Ja, vooral omdat het hier gewoon zoals... ik weet niet of je het herkent, maar het is echt het donkerste hoekje van de parkeerplaats. Ja, de parkeerplaats... ik ben daar één keer geweest, maar dat is niet echt een plek waarvan ik zit. Nou, dat is gezellig. Nee, daarom. Dus dat is ja heel dom uit. En ja, dit is ook zoiets... Ik had trouwens... iemand heeft dit hier gelaten. Oh, hey! Dat is van mij. Ik had een bestelling gedaan. Ja, dat weet gedaan. Ik niet. Dat weet ik niet. Maar iemand had dat gevonden of zo. En ze wist niet wat het was. Dus ja... Bedankt, postbode. Van jou weet je het zeker? Ja, nee. Ik weet niet eens wat het is. Ah, dan leg ik zo meteen uit. Ik heb een bestelling gedaan. Alleen, ik heb daar maar een half pakketje van gekregen. En zo'n stom brief zat erbij van... Ja, sorry, je post is beschadigd. Oké. Okay. Maar ik leg je zo meteen in de winkel uit, want het is eigenlijk niet dingen die je eigenlijk hier zo over straat moet regelen. Wat dan? Ja, nee, het risico durf ik je niet te nemen om even hier zo te gaan praten daarover. Want het is een vrij gewild product en ik heb gehoord dat er al mensen zeg maar bedreigd zijn die het hadden. Dus ik zeg van nou... Hé, waar hebben we het over in godsnaam? Ja, nee, dan moeten we echt... Golden apples of zo? Nee, dat is beter dan golden apples. Dit is zeg maar gewoon... Ken je de uitspraak van als engeltje op je tong piest? Nee. Oh, dat meestal betekent dat het echt gewoon super lekker is, maar ik weet niet hoe dat smaakt. Oké. Okay. Maar men heeft tegen mij altijd gezegd dat de crème de la crème is van wat je maar kan eten in deze wereld. Ja, waar hebben we het nou over al die tijd, Gijs? Ja, ik snap er niks meer van. Ik moet eigenlijk gewoon... Zijn er mensen in de buurt? Nee. We hebben het hier over drakenvlees. Ja, dat spul wat ik net... ja, dat. Maar dat is super zeldzaam hier. Dat komt uit het Verre Oosten, man. Dat wordt geïmporteerd. Ja. Daar heb ik allemaal mensen voor moeten bellen... die dan wazige pakketjes met foute barcodes moesten sturen. Ja, ik had het ook nog niet eerder gezien. Maar waarom is... Waar gaan we helemaal heen? We gaan naar de winkel toe, want dan kunnen we zeg maar, gewoon besloten... Zeg maar, zonder dat we afgeluisterd worden, ja. Is dit de winkel? Dat is helemaal dichtgetimmerd. Ja, nee. Weet je wat het is? Hier komt nog een extra pand en dan is dit minder erg. Maar het gaat zeg maar, kijk. Het is er nog zit wel... ook iemand in. Ja, maar dat is mijn personeel. Dat maakt niet uit. We kunnen in de koelcel gaan. Dan hoor je helemaal niks. Nou, kom binnen. Slager Gijs voor al uw kwaliteitsvlees. We hebben nog een naam nodig. Dit is een tijdelijke naam. Nou, dan zou ik het in plaats van Slager Gijs, zou ik het Slijs noemen. Slijs. Nou, kom even mee. We gaan hier even... Nou, personeel staat ook een beetje te slapen. Het is, ja... Even kijken, wat kost het allemaal hier? Kerstkonijn? Ja, dat is lekker een beetje kerstkruiden eroverheen. Het zijn wel flinke prijzen, of ligt dat nou aan mij? Nee. We zijn denk ik een paar euro duurder dan de foodcourt. Maar dat is omdat wij er extra kruiden bij doen. Ah, nou. Oké. En wat doen we hier? Nou, we gaan hier even de koelcel in. Dan dus, kom maar binnen. Kom je ook nog uit? Ja. Er zit een knop aan de binnenkant. Oh ja, oké. Kijk. Ga ik even hierop staan. Ja, zo. Nou, kijk. We hebben het hier over drakenvlees. Kijk, ik geef er wel even één. Kan je even kijken. Dit is zo zeldzaam. Dat het echt gewoon... Flame 1? Ja, hij is vrij pittig. Ik heb recensies gelezen en verhalen. En mensen zeggen van... Nou, die ghost chili pepper is helemaal niks bij. Dit wil je hebben. Als je nou een challenge video wil maken... Of gewoon echt gewoon lekker pikant wil eten. Maar
ik heb echt gehoord dat als je dit wil hebben, het is wel extreem duur. Dus... Maar waarom doet iedereen er zo moeilijk over dan? Ja, iedereen zit te denken dat er echt gewoon iets mis mee is, maar... Ik vind het hier te koud, man. Ik ga hier even uit. Ja, Jesus Christ. Het is wel de coolste cel, hè? Oh, ja, dat wel. Ja, maar heel duur. Net zo duur als dit? Nee. Dit is al best duur. Dit is echt vergeleken met dit, is het echt... Dit is extreem. Hier heb je het over bijna 5000 per stuk. Hé, hey, je hebt appels. Ja, die had ik bij de food court gekocht. Oké. Ja, daar waren ze in de aanbieding. En hij was een keer open, dus ik dacht, hè, we doen even een beetje gezond. Hè. Niet alleen maar dat ongezonde vlees natuurlijk. Maar ik wil dat op zich wel een keer proberen. Is het lekker? Dat is ook de vraag. Ik vond het lekker. Ik ben wel een tijdje aan het stuntelen geweest in de keuken. Ja. Maar als je het eenmaal echt gewoon op de perfecte temperatuur hebt, echt overheerlijk. Ik zou het gewoon doen. En wat kost het? Ja, het kost 5000, maar ik kan je matsen... Voor hoeveel? Voor 1 stuk. Maar omdat wij vrienden zijn, wil ik je matsen 3000. En als ik er 2 koop? Doen we het voor 5. 2 voor 5. Ja. Oké. Okay. Ik ben echt een pussy hierin. Ik wil er graag 2. Ja. Maar ik wil graag dat jij de eerste opeet. Want als jij ontploft of zo, dan... Kunnen we doen. Ja? Ja. Oké, okay, ik wil even rennen, man. Want ik heb nog helemaal geen honger. Ah. Ga maar even lekker een paar rondjes rennen. Het is hier nog lekker rustig. Ja, got it. Oké, goed. En dat kunnen we gewoon hier doen, maar je personeel weet die vanaf. Ja, die hebben zo'n briefing gegeven dat daar niks aan de hand is. Dat het gewoon onder controle is. Oké, 5000 drakenvlees. Ja. 2 stuks en jij eet er nou eentje op en dan krijg ik er een. Nou, hier die heb je vast te jouwe. Ja. En ik zeg smakelijk. Ja, jij eerst. Ja. Wat zijn dat voor dingen om je heen? Dat zijn bubbels dat het lekker was. Yummy bubbles zijn dit. Yummy bubbles? Heb je er nog nooit van gehoord? Nee. Zoek het maar op in het woordenboek. Bij de J staat yummy bubbles. Er zijn bubbles als het zo lekker is, dat je gewoon bubbels van in je maag krijgt. Oké. En ik ben niet ontploft, dus hé, dat scheelt. Nou, ik heb nog even geen honger. Ik ga thuis wel opeten. Ik zou zeggen, bedankt. Gewoon even lekker in de oven doen. Ja. Een beetje op internet zoeken en dan komt het helemaal goed. Oké. Ik zie jou binnenkort dan wel weer bij mij thuis komt een keer goed. Of bij de bank. We plannen nog een keer een afspraak en dan komt het helemaal goed. Oké. Dat was... weet je wat het is? Ik vind Gijs een aardige gozer. Maar dat drakenvlees, ik had het al een beetje gehoord en ik dacht echt van... Ja, weet je, wat is het nou? Ik heb het nou in mijn klauwen. Het ziet er niet gevaarlijk uit. Ik snap ook niet waarom mensen er zo illegaal over doen, want het is niet alsof het wiet is of zo. Ik weet het niet. Ik ga het gewoon even lekker bij mijn eten doen. Als ik echt een keer zin heb, dan zorg ik gewoon dat ik 5 potten water naast me heb. Want als het echt te erg is, dat het gewoon, ja, dan kan ik dat gewoon even lekker blussen. Fucking duur, dat wel. Misschien dat ik een indruk mee kan maken bij iemand. Van, oh, kijk mij, ik heb drakenvlees. Misschien een de Fantastic Five of zo een keer op drakenvlees trakteren. Dat lijkt me ook wel wat. Maar voorlopig dus doen we het even hierin en mis ik allemaal eten. Hier ook? Mis daar appels en... Heeft die dude maar zitten besteden? Nee, ik was er de hele tijd bij. Oké. Ik ga alsnog het drakenvlees maar even hierin leggen zo. Heeft hij mij nou bestolen of niet? Heb ik dat niet gezien? Hij zat wel in de kisten, maar toen ben ik expres gaan kijken. En ik zag volgens mij niks verdwijnen. Vet raar. Ander punt. Laten we dit even op. Laten we gewoon... Gijs is gewoon onschuldig. Niks aan de hand met die man. Super eerlijk. Drakenvlees zal vast heel erg lekker zijn. Ik ga dat waarschijnlijk de volgende keer even lekker opeten. In de tussentijd zou ik nog tegen jullie vertellen hoe je de invites kon winnen.
Heel simpel. Morgen is het zaterdag. En morgen komt een gewone aflevering op Mytopia. Daarin ga ik nog een keer even goed uitleggen waar de video te vinden is. Waar je een invite kan krijgen. Het komt namelijk, ik heb namelijk meegedaan. Ik ben gevraagd door Makers Channel om leuke content te maken op hun website. Wat is Makers Channel? Misschien ken je het van Kingdom Unava. Dat is daar een paar dagen eerder te zien. Nou, ik ga daar ook een extra video, dus 8 afleveringen per week van Mytopia doen. En ik doe gewoon lekker de invites daar. Waarom? Omdat de kwaliteit daar super goed is als je meer dan een uur uploadt. En dat ga ik dus ook doen. Zie het als een soort mega dikke vette livestream. Maar dan daar. Linkje. Morgen staat gewoon in de beschrijving. En ik leg het daar nog even een keer uit. Dat je het even weet. Dus elke keer als ik trouwens klaar ben met de video, ga ik ronddurpen op mijn stoelen. Ik weet niet waarom dat is. Maar Maaike vertelde dat laatst tegen mij. En op zich heeft ze er wel gelijk in. Want ik doe dat de hele tijd. Dus dat was hem. Doe eventjes een like als je ook benieuwd bent hoe drakenvlees smaakt. En die gekke Pipo die er net was. Dat is G-Typo. Die heeft ook een kanaal. Dat staat in de beschrijving. Ik ga zijn video's ook maar eens even kijken. Misschien dat ik dan wel weet of hij misschien iets van mij gejat heeft. Geen flauw idee, voor mij mis ik appels en shit. En als jij het wel toevallig gezien hebt dat hij iets gepakt heeft, laat het ook even achter in de reacties. Morgen de invites dus, jongens. En ik zie jullie heel graag terug bij de video's. Later.